denk, ja, een stukje financiën speelt wel mee. Denk ik, kan wel 20 euro, 30 euro voor een shirtje, ik noem maar wat. De meeste mensen hun kledingstukken 7 keer per keer ongeveer dragen. Maar hoe vaak draag jij je kledingstukken? Ik ga er wel langer mee dan alleen 7 keer. Ja, zeker. Zo vaak mogelijk. Ja, het verschilt een beetje per kledingstuk, maar ik denk zeker wel 20 keer, 30 keer of zo. Ik denk, als ik denk van oké, nu is een beetje, ja, de kleur is een beetje vervaagd of na het wassen is een beetje gekrompen, dan doe ik hem weg. Ja, en na hoeveel tijd is dat ongeveer, denk je? Ik denk wel 2-3 maanden. Wat doe je met kledingstukken die je niet meer draagt? Doneren of verkopen. Als ik het niet meer draag, dat ik het gewoon aan mijn broertje geef of aan mijn familie. Nou, ik zou ze wel willen weggeven, maar eigenlijk zitten ze allemaal in mijn kast achterin. Als het echt niet meer eruit ziet, dan gooi ik het weg. Ja. Anders doneer ik het. Kringlopen of iets. Mijn moeder is erg handig. Die kan repareren wat ze kan repareren, inderdaad. Soms geef je het weg of je doet het in zo'n doneercontainer. Als het nog enigszins draagbaar is. En anders moet je het weggooien. En hoe vaak koop je nieuwe kleding? Laatste tijd best wel vaak. En kan je ongeveer een schatting geven? 1 keer per maand. Toevallig net wat gekocht. Maar ik denk niet elke maand. Okay. Ik denk wel 1 keer per maand. Ja, ik ben echt victim van dat shopping gedoe wel. 3 keer per jaar, 4 keer per jaar of zo. Met seizoen, als het seizoen verandert, dan koop ik een setje nieuwe kleding, zoiets. Ja. En heb je dan ook wel eens kleding gekocht die je dan 2 of 3 keer hebt gedragen? Heb ik zeker, ja. Ja, helaas wel. Nee, tot nu toe niet. Ja. Ja, soms dan kun je inderdaad wel iets uit een soort enthousiasme kopen. En dan vind je het inderdaad toch minder leuk. Dus dan draag je het 1 of 2 keer. Ben jij dan ook bewust van wat er gebeurt met de kledingproces? Ja, nee, daar ben ik inderdaad mee bekend. Ja. Niet echt. Ik heb wel gehoord dat veel van die bijvoorbeeld doneerkleding wordt gedumpt in lage loonlanden. Ja. Omdat daar denken we dat ze het kunnen gebruiken. Maar dan uiteindelijk hebben zij er ook weinig aan. Dat is niet helemaal wat ze nodig hebben daar. Dus ik ben wel iets van bewust, maar ik denk dat er nog een hele wereld achter schuilt die je niet kent.